Mijn naam is Marel en ik ga jullie meer vertellen over de opleiding Finance Tax & Advice. Ik ben Esther en ik geef les bij de opleiding Finance Tax & Advice als docent fiscaal recht. Bij de opleiding Finance Tax & Advice krijg je een goede fiscale, juridische en bedrijfseconomische basis. Je leert hoe je adviseert over fiscale vraagstukken en hoe je je kunt inleven in je klant. De studieroute is in nauw overleg met de praktijk samengesteld en kent dus een goede aansluiting op de beroepspraktijk. De opleiding Finance Tax & Advice is een leuke opleiding omdat je gedurende de studie de verschillende fases van een ondernemer meekrijgt. Hierdoor bouw je een brede basiskennis op. Daarnaast vind ik het erg leuk dat je met veel praktijkvraagstukken bezig bent. De belangrijkste eigenschappen voor een FTA-student zijn interesse in mensen, cijfers en vindingrijkheid. Je moet het leuk vinden om je in een fiscaal vraagstuk vast te bijten en er het beste uit te halen voor je klant of je werkgever. De sfeer op de opleiding is gezellig en ontspannen. Leraren hebben aandacht voor persoonlijk contact. Daarnaast vind ik de inrichting van de Academy FEM erg gezellig en praktisch ingericht. De opleiding FTA is bij Saxion uniek omdat we echt de diepte ingaan qua belastingrecht. Daarnaast kennen we gezamenlijk eerste jaar met de opleidingen Finance & Control en Accountancy. Je kiest dus voor een financiële hoek en je kunt na dat eerste jaar, nadat je van alle drie de opleidingen hebt kunnen proeven, kun je je definitieve keuze maken en zonder studievertraging kun je na afloop van het jaar dus nog switchen tussen die drie opleidingen. Het contact onderling met de docenten en leerlingen is ontspannen en vertrouwd. Je kunt altijd binnenstappen bij een leraar om je vraag te stellen of een mail sturen of op de gang iemand aanspreken. Ze hebben altijd wel tijd voor jou. Daarnaast hebben ze vaak praktijkervaring en vinden ze het erg leuk om over hun vak te vertellen. Na het afronden van de studie zien we dat de meeste van onze studenten aan de slag gaan als belastingadviseur bij een advieskantoor of als fiscalist bij de Belastingdienst. Er is veel vraag naar fiscalisten op dit moment in de praktijk, dus je hebt veel keuze qua banen na afronden van je studie. Je moet absoluut voor deze studie kiezen als ons verhaal je aanspreekt en je jezelf hierin herkent. Je moet absoluut voor deze studie kiezen als ons verhaal je aanspreekt en als je het leuk vindt om met cijfers en mensen te werken. Daarnaast is het een groot voordeel dat je pas na een jaar je definitieve keuze hoeft te maken. Je kiest dus eigenlijk voor de financiële hoek, kunt van alles proeven en gaat dan na een jaar je definitieve keuze maken zonder studievertraging. Ik denk dat je absoluut voor deze studie moet kiezen als je het leuk vindt om met ondernemers en natuurlijke personen bezig te zijn in het doolhof van belasting betalen. Daarnaast moet je het leuk vinden om met mensen, regeltjes en cijfers bezig te zijn. Bedankt voor het kijken. Meer informatie kun je vinden op de website of bij de open dagen.